Voor zijn we even terug een bezel over met regisseur Kees Rulles terug gaan kijken op het draaksteken. Als je aan het draaksteken denkt, wat gaat er door je heen? Ja, de totale draaksteken gekte had toegeslagen en dat is ja, zo heerlijk om mee te mogen maken. Volgens mij is het alweer 1,5 jaar geleden dat hier waar we nu zijn in de Bongata vond de eerste repetitie, gezamenlijke grote repetitie plaats. Hè? Ja. Ja, dat zijn dierbare herinneringen inderdaad. Toen iedereen nog met zijn tekstboek aan het klooien was en iedereen nog aan het zoeken naar zijn rol en het hele volk ook nog aan het kijken was van hey, hoe gaat dit nieuwe draaksteken eruit zien? Er stonden in de wei, op de wei, zoals ze hier zeiden, stonden 10 huisjes waar families in zaten. Weet je nog een paar namen? Ja, wat het belangrijkste van die huisjes is natuurlijk, is dat, kijk, dat ja, daar worden letterlijk families gevormd, hè? Dus of je nou bij de clan van Graat hoorde en het kwaad vertegenwoordigde, of bij de goede lobbessen zat, hè, zoals de Schmeet, of bij de Visser, of bij Michel in het huske, waar hij met Truja bezig was. Het klinkt helemaal vervelend dat het, als ik erover praat, dan denk ik, jeetje, jammer dat het voorbij is. Het huske van Berg, ja, een van de personages, die stierf natuurlijk, wat een indrukwekkend moment was in de voorstelling. En dan is dat natuurlijk ja, humor op en top om dan, 6 weken na de voorstellingen 6 weken dienst te houden. Waar die dan springlevend lekker bij zit natuurlijk. Maar, ja. Er kwam heel wat bij kijken, decor, maar ook wat ik zelf ook heel mooi vond, de grim, hè? Ja. Ja, we hebben op alle fronten natuurlijk wel enorm mogen uitpakken deze keer. De karakters van de hoofdrolspelers, dat heb je erg uitgediept. De koningin, de koning, de nar, wat die mensen groeiden. Ja, dat is natuurlijk een heel proces vanaf de allereerste repetitie. En dan langzaamaan ja, groeit het samenspel, groeit het inzicht in het eigen personage. Groeit het inzicht in ja, wat vertegenwoordig ik eigenlijk in het spel. Dus naast je rol, hè, ja, zit ik aan de goede kant, zit ik aan de kwaaie kant. Wat willen we met de voorstelling zeggen? En mensen worden natuurlijk geholpen door inderdaad waar we het net over hadden, door de grim, maar ook door bijvoorbeeld iets als kleding. Waarvan ik denk, ja, er is zo'n puist werk verzet in dat naaiatelier. De vuurspuwer, dat vond ik ook mooi, hè, wat die jongen daar neerzette. Mark Geraerts is een klasbak van hier tot Tokio. Nu we toch hier met kerst zo zitten, moet ik wel denken aan, even kijken, de pre-generalen. Het stortregende, het was donker. Een van de Friezen, die hele mooie grote statige paarden, raakte op een gegeven moment verstrengeld tussen een aantal, ja, noem het maar scheerlijnen, maar dan polsdik. Een van die paarden struikelt en die raakt dus onder dat paard en bleef stil liggen. En dan wordt de hele groep stil. En het eerste wat hij zei was van doorspullen, hè? Doorspullen, wel doorspullen. Denk ik van ja, dan heb je en dat familiegevoel, maar je hebt ook dat beetje geluk wat je dan misschien van bovenaf meekrijgt. Dat zijn aardige dingen om onder de kerstboom even aan terug te denken. En dankjewel te zeggen. Zoveel was er, Joris, met zijn paard, hoe die moest oefenen met de draak en het vuur. Ja, er gaat heel wat water door de Maas voordat het zover was dat het beestje in de buurt durfde te komen. We hadden meer dan een gewone kerststal daar in de wei lopen. Helaas, het is een klein terugblikje, dus we moeten het weer af gaan ronden. Nou, op een geweldige kerst waarin wat mij betreft iedereen in Roermond en Schwame en Bezel en iedereen die ons lief is, ja, zoveel mogelijk de Sint-Joris in zichzelf mag ontdekken. Dan komt het allemaal goed, toch? En een geweldig 2010, alvast. Dankjewel. Proost.